Hey guys! Het is weer tijd voor mijn favoriete onderdeel van mijn kanaal tegenwoordig, namelijk proefwerk. Proefwerk is een serie waarbij ik eten uit de supermarkt test, wat ik bijzonder vind, wat ik nog nooit eerder heb gezien, of waarvan ik denk van, is het wel lekker? Of is het misschien eigenlijk heel erg vies? Even voor jullie informatie, want er wordt vaak gevraagd van waar koop je de dingen? Ik doe mijn boodschappen altijd bij de Jumbo. En vandaag heb ik weer een aantal dingen die ik ga testen. En eigenlijk ben ik voor één ding maar een klein beetje bang. En dat is, ik had het al verteld aan jullie, de vegetarische tonijnsalade. Het is van de vegetarische slager. Dat is een merk dat allemaal vegetarische vleesvervangers maakt. En dit is dus tonijnsalade. En het blijkt dus echt heel erg naar echte tonijnsalade te smaken. En daar ben ik gewoon een beetje bang voor. Want ik eet geen vis. En ik ben gewoon bang dat ik het heel erg vies vind. Dan heb ik nog iets anders grappigs. Ik vond namelijk Dulce de Leche. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Voor op brood. Dus dit is eigenlijk een soort van karamel. Maar dit is dus voor op brood. Gewoon om te eten op brood of op een beschuitje of op een cracker. En ik heb zo het gevoel dat ik dit echt heel erg lekker ga vinden. En dan tot slot heb ik babykoekjes. Want het leek me wel leuk om die weer eens te proberen. Ik ga beginnen met iets lekkers en eindigen met iets waarvan ik denk dat het lekker zal zijn. Dus ik ga beginnen met de Dulce de Leche. Ik heb echt het idee dat ik dit echt compleet verkeerd uitspreek. Dulce de Leche? Dulce de Leche. Dit is het in ieder geval. Het is van het merk Mardel. Ik heb geen idee. Dulce de Leche wordt ook wel eens gebruikt in taarten. Maar ik heb eigenlijk nog nooit iemand gezien die het op brood deed. En het is echt een soort van vloeibare karamel. En ik had het idee dat dit het allerlekkerste zou zijn op een beschuitje. Volgens mij is dit dus heel stroperig. Oh ja. Oh nee. Wow. Ik dacht dat het veel vloeibaarder zou zijn. Maar het is echt een soort van pasta eigenlijk. Oké, ik heb het beschuitje ermee besmeerd. Ik ben super benieuwd. Ik hoop echt heel erg dat het lekker is. Misschien heb ik hier een verkeerd idee van. Maar ik vind het helemaal niet naar karamel smaken. Ik vind het veel meer smaken naar als je bijvoorbeeld een koekje hebt. En daar zit dan een soort van melkachtig laagje overheen. Daar vind ik het meer naar smaken. Ik vind het eigenlijk helemaal niet zo heel erg lekker. Ja, het is wel lekker. Ik snap alleen het hele concept voor op brood niet zo. Maar ik vind het wel heel heftig, moet ik zeggen. En dat had ik toen ook bij die Duo Panotti. Maar aangezien Mert bij die Duo Panotti erg enthousiast was, ben ik benieuwd hoe hij dit vindt. Ik ga hem even roepen. Wat is dit? Nee. Het is wel van stroop, is het. Notenpasta. Iets van pasta. Ik proef het niet. Je proeft het niet? Nee, is het karamel? Ja. Hoe kan het dat het allemaal aan je vingers zit? Ja, ik vind niet zo'n hele heftige smaak hebben. Ja, ik vind hem dus zeg maar te romig of zo. Ik vind hem wel lekker. Ja? Ja. Ik wist dit, want vorige keer met die Duo Panotti vond jij het ook lekker. En ik vond het toen te heftig. Mag ik een stukje met een mes? Ga je zoveel nemen? Zoveel? Dat is een klein beetje. Geur is niet zo lekker. Ik vind het wel lekker. Oh mijn god. Nou. Sorry. Oké, nou dat fiasco. Gaan we verder naar het meest exciting gedeelte, denk ik, van deze video. Dit valt bij ons dus niet heel erg in de smaak. Maar deze misschien wel. De vegetarische tonijnsalade. Visvrije tonijnsalade. Dit is voor sommige mensen misschien een heel gek concept. Want van heel veel vlees- en viseters hoor je dus dat dit er echt naar smaakt. En het wordt dus gemaakt van soja en van een heleboel kruiden. Mert heeft deze ook wel eens gegeten, maar ik nog nooit. Ik vind het ook helemaal niet lekker ruiken. Maar ik hou sowieso helemaal niet van de geur van vis. En ook de substantie is... Oh, ik vind hier echt van kokhalzen gewoon. Het zal wel eens heel lekker smaken, maar deze geur kan ik gewoon echt niet tegen. Zo ziet het er dus uit. Ik hoop echt dat het lekkerder is dan hoe het ruikt. Nou, hiervan dacht ik dat het lekker zou zijn op een cracker. Willen jullie horen hoe dit klinkt? Ik doe het heel dichtbij met die microfoon. Wow, neem maar even. Is dit een grapje? Er zit hier echt een heel groot stuk ook gewoon in. Dit is gewoon een heel groot hard stuk. Moet dit dan een stuk tonijn voorstellen? Ugh. Ik wil dit niet proeven. Ik ben echt een beetje misselijk op dit moment. Oké, daar komt ie. Oh, ik vind dit echt helemaal niet lekker. Oké, dus de tonijn is echt gewoon wat je verwacht van tonijn. Ik heb geen idee hoe het aanvoelt in je mond tonijn, maar het is echt gewoon een beetje zo zompig en nattig. En dan die saus eromheen. Het smaakt echt gewoon... Ja, het smaakt gewoon echt naar wat ik zou denken hoe vis smaakt. I don't know guys, ik wil dit niet opeten. Dat vind ik echt niet leuk dit. Sorry vegetarische slager, jullie hebben zo goed je best gedaan dat ik het gewoon niet lekker vind. Het lijkt waarschijnlijk zo erg op vis
dat ik het niet kan eten. Dus wel heel erg goed gedaan van jullie. En een super goede uitkomst voor iedereen die wel van vis houdt, maar het niet wil eten vanwege dierenleed of vanwege milieuoverwegingen. Maar het is echt helemaal niks voor mij. Oh, nu hoop ik echt dat die letterkoekjes lekker zijn om deze video mee af te sluiten. Please, laat het lekker zijn. Maar goed, aan de andere kant, hoeveel kan er misgaan met koekjes? Toch? Dus biologische letterkoekjes, gezoet met appel, geen palmolie, geen suikers, gemaakt met volkoren tarwe, dus echt the best van de best voor je baby. Behalve dat ik geen baby ben, maar een volwassen mens. Tada! Oké, ze zijn iets kleiner dan ik verwachtte, maar wel goed. Dit ruikt echt naar liga. Dit is het letterkoekje. Heel simpel, maar wel schattig. En ik ga ervan uit dat dit gewoon een hele relaxte afsluiting van mijn video gaat worden. Met een fijn koekje. Kijk, als je echt van hele zoete koekjes houdt, dan ga je dit naar niks vinden smaken. Maar ik vind het wel lekker eigenlijk. Hey, ik vind het echt heel erg goed te doen hoor. Ik eet het hele zakje op. En dit is dus heel erg stom, want nu denk ik zo van ja, ik zou dit eigenlijk wel gewoon vaker willen kopen. Maar ja, ik ben geen baby. Er staat ook letterlijk op vanaf 12 maanden tot 12 jaar. Waarom? Maar ik vind serieus deze koekjes lekkerder dan de meeste gezonde koekjes die ik tot nu toe heb gegeten. Dus ik denk dat ik deze voortaan gewoon in mijn mandje gooi als ik zin heb in koekjes. Toch best grappig dat ik daarachter kom door deze videoreeks. Want normaal had ik echt nooit babykoekjes zomaar uit het schap gepakt. But I like it. Oké. Dit was de aflevering van Proefwerk van deze keer. Ik hoop dat jullie hem weer leuk vonden en ik ga even wat anders doen dan normaal. Ik ga jullie namelijk wat producten laten zien die ik nog heb om te testen. En mogen jullie in de comments gaan kiezen wat er in de volgende aflevering komt. Ik ga sowieso alles testen, maar dan weet ik in ieder geval van jullie waar jullie het meest benieuwd naar zijn. Ik heb nog in de aanbieding dit. Hier ben ik zelf echt super bang voor, vandaar dat ik het ook nog niet heb gedaan, want dit heb ik al gekocht voordat ik met de serie Proefwerk begon. Dit is een pakketje en hiermee kan je een omelet maken met courgette erin. Alleen het verschil is dat je niet een ei erbij moet gebruiken, maar dat je gewoon een poedertje krijgt, daar water bij gooit en dat daar dan een omelet uitkomt. Ik wil echt niet weten hoe dit smaakt en ik weet het niet. Maar goed, als jullie willen dat ik het ga testen, dan ga ik het testen. Dan heb ik hier nog drie een soort van superfood chips. Namelijk chips gemaakt van quinoa, chips gemaakt van linzen en chips gemaakt van kikkererwten. Dan heb ik nog Amerikaanse popcorn van Magic Time met de smaak butter taffy. Lijkt me echt mega lekker. En ik heb ook nog dit. Dr. Oetker mugcake. En dit lijkt me aan de ene kant lekker. Ik heb dit zelf ook wel eens gemaakt. Zelfs een video over gemaakt. Maar aan de andere kant ben ik niet zo fan van het gebruiken van een magnetron. En vraag ik me af of dit wel echt heel erg lekker is. Dus laat maar weten wat jullie het allerliefste willen zien in de volgende aflevering. Als je zelf nog iets geks hebt gezien in de supermarkt, dan kan je me natuurlijk altijd laten weten. Want dan ga ik er gewoon naar op zoek en dan ga ik het voor je testen. En dan voor nu heel erg bedankt voor het kijken. Hopelijk zie ik jullie volgende maandag weer. Of anders op vrijdag of op zondag. Want dan upload ik ook op dit kanaal. Love you! Hartjes. Doei.